Deze man is ongelofelijk. Deze man is echt ongelofelijk. Ik wist letterlijk niet dat deze man zo fucking veel haar had totdat ik hem zag op Facebook. Deze man stalkt mij sinds ongeveer 2 maanden. Die komt elke dag wel bij mijn huis. En gelukkig ben ik niet altijd thuis. Dus dan zie ik weer foto's en selfies op het internet. Van yo, Kelvin, ik was bij je thuis. Pull-up met een hele enge gestreepte trui. Ik hou van deze trui. Ik heb nog nooit iemand gezien met dit shirt. Behalve mezelf. Kijk hoe weird het spaced op beeld dan. Ik ga jullie even lekker de komende 15 minuten vermaken. Of in ieder geval irriteren met dit shirt aan. Yep, ik schrijf over mijn tepel. Oh ja, en de zon heeft een rare gewoonte in Nederland. Dat die soms in één keer schijnt en soms niet. En soms is mijn hoofd in één keer zo overbelicht als nu. I'm sorry, people. Ik ben al een tijdje bezig op YouTube. En dat zorgt ervoor dat je dan een bepaald aantal kijkers krijgt. Nou ja, bedankt voor het kijken allemaal. Het is weer zo'n dag dat ik fucking tering en gejeuk op mijn neus heb. Ik voel het alweer hoor. Het is weer zover. Het is weer zover. De zon gaat weer weg. Fuck jouw zon met je hoofd en je gele grote bal die je bent. Net alsof de zon zich beledigd voelt als je hem een gele grote bal noemt. Nope, because that's exactly what the fuck it is. Oké, okay, ik heb nogal wat kijkers vergaat over de afgelopen jaren. Nou, daar ben ik natuurlijk heel erg dankbaar voor. Dus bedankt jullie allemaal. Ik hou van jullie. Zei ik nou het woord allemaal? Dat wou ik niet zeggen. Een deel van jullie. Ik hou van een deel van jullie. Een deel van mijn kijkers. Kijkers ondersteunt mij, die supporten mij, die showen mij love en ik show love. Terug weet je bang bang love naar alle meisjes en jongens die kijken naar mijn video's en denken yo Kelvin, dan ben je een mogol. Cause that's what I think every fucking day. Maar er zijn ook een aantal van mijn kijkers of een aantal van mijn volgers die een beetje gek zijn. Laat ik het daarop houden. Die me nogal vaak benaderen en die niet zozeer zeg maar het stereotype fangirl zijn, maar die ik noem ze stalkers. Klaar. Mensen die gewoon bij mijn huis in de buurt zijn, mensen die gewoon rondlopen in mijn straat, mensen die gewoon aanbellen en dan in één keer doe ik de deur open en dan zeggen ze ben jij Kelvin? Zeg ik ja en dan lopen ze weg. En dan denk ik what the fuck. En die mensen komen dan gewoon 4 of 5 of 6 keer op een dag gewoon aanbellen. Shit is fucked up. Oké? Okay? Shit is fucked up. Maar vandaag wil ik er met jullie over praten. Ik wil vandaag met jullie praten over mijn stalkers. Ik wil jullie introduceren aan mijn stalkers, zodat jullie ze kunnen leren kennen. Laat ik het zo zeggen. Dus ik heb een aantal foto's van ze. Ja, geloof het of niet, ik heb foto's van mijn stalkers. Mocht je daar nou op tegen zijn, fuck jou dan, want ze stalken mij ook. Dus ik mag hun ook stalken. Dit is een bericht aan alle stalkers. Ik zou, als ik jou was, niet echt, zeg maar, gewoon Facebook hebben. Dat is gevaarlijk! Dus ik ga jullie een aantal foto's laten zien van mijn stalkers. Daar ga ik de verhalen bij vertellen die ik met ze heb meegemaakt. En hopelijk vinden jullie het interessant om naar te kijken. Zo niet, dan heb ik nog heel veel andere filmpjes die je wel kan zien. En die je misschien leuker vindt. Nou, zijn we er weer klaar voor? Ik er wel. Omdat er geen geluid vanaf kwam, betekent dat niet dat ik niet dronk. Ik dronk wel, maar het maakt geen geluid. Hallo zon. Ik zweer het jongen, ik hou van dit t-shirt. I love it. I feel like fucking Bert uit Sesamstraat. Oh nee, Ernie. Laat me zitten. Oké, we gaan gewoon meteen beginnen. Mijn eerste stalker is dit. Deze man is ongelofelijk. Deze man is echt ongelofelijk. Ik wist letterlijk niet dat deze man zo fucking veel haar had totdat ik hem zag op Facebook. Deze man stalkt mij sinds ongeveer 2 maanden. Die komt elke dag wel bij mijn huis. En gelukkig ben ik niet altijd thuis. Dus dan zie ik weer foto's en selfies op het internet. Van yo, Kelvin, ik was bij je thuis. Of dan stuurt hij me weer via sms, zo whatsapp, gewoon foto's dat hij bij mijn huis was. Ik denk, dude, what the fuck is wrong with you, my brother? Ik wist dat hij een pittige baard had, maar toen dacht ik, oké, weet je wat, ik ga deze gast gewoon opzoeken op Facebook. Hij heeft al zijn details gewoon bij me achtergelaten en shit, gewoon, ik weet letterlijk alles van hem. Ik weet zijn lengte, ik weet hoeveel kinderen die heeft, ik weet de lengte van zijn penis, geloof het of niet, I know that shit. En niet omdat het me iets aangaat, maar hij vertelt het me gewoon. Hij schrijft gewoon briefjes onder mijn deur. Hey Kelvin, wil je met mijn staaf van 1,90 spelen? Er is niemand op de wereld met een penis van 1,90 meter, but okay. Dus ik hem opzoeken. Ik weet zijn naam. Ik ga zijn naam niet zeggen. Want ja, dat oké, okay, fuck it. Ik zeg zijn naam gewoon. Dit is Pim ter Apel. Ja. Pim ter Apel. Als je dit ziet, bedankt voor je support. Altijd. Ik hou van je. Nou, dat is niet waar. Kelvin, dat is niet waar. Maar even een reminder aan mezelf. Kelvin, knip dat er even uit. Dankjewel. Ik heb zo fucking mijn neus. Het doet zo spastisch. Maar goed, Pim. Ik ging dus op Pim's Facebook en toen zag ik deze foto. En ik dacht, nee. En weet je wat me ook opviel? Het lijkt serieus alsof hij een luier aan heeft. Hij heeft een luier aan. Ik zie geen onderbroek. Ik zie geen boxers. Ik zie een... Is het een fucking luier? That's the fucking question. Maar goed, hij is dus al een aantal keren bij mij thuis geweest. Pim, fuck jou. Echt uit het diepst van mijn hart, fuck jou. Verder heeft hij gewoon wel een mooie krullenbol, weet je. Het had dan gewoon prettige, goede zaken, man. Hij zou zaken. Man kunnen zijn. Maar in plaats daarvan besteedt hij zijn tijd om mij te stalken. Elke fucking dag. Het raarste wat Pim ooit heeft gedaan is dat hij gepist heeft door mijn brievenbus. Geloof het of niet, maar hij heeft gepist door mijn brievenbus. Daarna heeft hij een briefje erin gegooid. Kelvin, wil je dit nou vaker? Zeg het dan in een video.
Hallo Pim, als je kijkt, bedankt voor het kijken. Ik ga helaas je aanbod van het vaker plasje in mijn brievenbusje afwijzen. Sorry, maar het is niet echt mijn ding. Ik ben er toch achter gekomen nadat je het eens een keertje hebt geprobeerd. Dat ik niet helemaal overtuigd ben van de lol en van amusement van je plasje in mijn brievenbusje. Dat is trouwens een sick rap. Oké. Ik doe je plasje in je brievenbusje. Het is echt heel erg wack. Hou op. Dus Pim, stop met pissen in mijn fucking brievenbus. Oké, mijn volgende stalker. Oh nee. Nee. Deze man, jongen. Dit is ongelooflijk. Kijk, ik heb een screenshot van zijn webcam. En dat komt als volgt. Dit is nergens te vinden, hè. Hoe ik hier aan ben gekomen. Deze... Wow, in één keer gaat mijn muziek aan. Sorry. Wel een goede track trouwens. Kijk, ik heb een laptop, oké? Dit is mijn laptop en hier zit een cameraatje aan de voorkant. En blijkbaar kan deze man altijd kijken op mijn laptop, op mijn fucking camera op mijn laptop. Dus ik heb dus letterlijk met een mes gewoon dit gedaan. Dus ik kan nu niet meer skypen. Maar ik heb liever dat ik niet meer kan skypen, omdat ik weet dat een man mij altijd bekijkt. Maar deze man heeft er dus voor gezorgd dat hij mij altijd kon bekijken. Een jaar lang, weet ik veel, heeft hij me altijd kunnen zien. Dus als ik een video aan het opnemen was, zoals nu, of als ik maar aan het masturberen was of zo, dan ja, ik kom er maar gewoon op uit. Elke man doet dat, dus hou je bek. dat kwam een beetje agressief uit de mond. Sorry daarvoor, het was niet de bedoeling dat ik jullie agressief zou benaderen. Heb ik toch gedaan, dus sorry ja. Dat ik niet meer dab in video's betekent niet dat ik niet meer dab. I love dabbing. You guys know I fucking love dabbing. It's my thing. Maar goed, deze man heet Sjaak Overhout. En deze man heeft altijd kunnen zien hoe... It's so fucking creepy, man. Sjaak Overhout, als je dit kijkt, fuck jou met je hoofd. Dit is een screenshot van op een gegeven moment kwam er gewoon pop-up op Skype. Gewoon... Ik kon niet eens accepteren. Hij had gewoon iets geflixt. Hallo, Netflix. Ik heb het net geflixt. Ik word soms echt zo knettergek van mijn slechte grapjes. Echt, hoofdpijn. En deze man heeft gewoon in mijn Skype ingebroken. Die heeft ervoor gezorgd dat hij met mij kon skypen. Ik dacht, yo, what the fuck? Ik was gewoon aan het werk, was gewoon aan het typen. En in één keer komt hij op. Trekt hij deze back. Gewoon, hello Kelvin, how are you doing? En je wil niet geloven wat ik deed toen ik dit zag. Stel dat hier mijn laptop staat. Ik was echt... Ik hield gewoon mijn laptop zo vast, oké? Ik wou gewoon niet dat hij mijn hoofd zag. Ik dacht, wat vind jij voor rare dude? Dus ik hield het zo vast. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Ik heb gewoon 5 minuten zo gestaan. Ik heb mijn geluid uitgedaan. Ik heb screenshots gemaakt van hem. Nu heb ik mijn Skype verwijderd. Ik heb mijn webcam kapot gemaakt. Kortom, fuck jou, Sjaak. Oké, mijn volgende stalker is waarschijnlijk de engste stalker die ik heb. Dus laat me even zien, jongens. Hoppakee, daar zijn we weer. Zijn naam weet ik niet, oké? Zijn naam weet ik gewoon niet. En dan vraag ik natuurlijk af, Kelvin, hoe de fuck kom je aan die foto? Nou ja, dat zal ik je even een keer vertellen. Ja, soms probeer ik iets te zeggen en dan gaat het gewoon... gebeurt dat. Ik weet ook niet hoe het komt. Maar nu denk je waarschijnlijk, Kelvin, hoe kom je aan die foto? Nou, ik heb deze foto van fans van mij gekregen. Deze man is blijkbaar zo fucked up. Dat hij mij stalkt onder allemaal fake fanaccounts. Die fake fanaccounts zijn weer vrienden met andere fanaccounts. Uiteindelijk gaan ze dan nummers uitwisselen. En dan praten ze dus met hem. Dit is dus zijn WhatsApp foto blijkbaar. Ik heb nog nooit gelukkig met deze man op WhatsApp gezeten. I love it. Nou, ik hou niet van hem. Maar ik hou ervan dat het nog nooit is gebeurd. Laat ik het daarop houden. En hij stuurt allemaal weird ass shit naar mijn fans. En niet de shit die je zou verwachten. Dus niet zo van, hij probeert niet zeg maar mijn kijkers te verleiden of iets. Of te kinderlokken of zo. Dat is helemaal niet de bedoeling van hem. Wat deze man prettig vindt, is als mijn kijkers dingen die ik zeg in video's nagaat zeggen op WhatsApp. Dus stel je voor, hè. Uit bescherming voor mijn kijkers ga ik de WhatsApp gesprekken niet laten zien, want ja, dat ga ik gewoon niet doen. Maar een voorbeeld is bijvoorbeeld dat die man voegt een kijker van mij toe op WhatsApp en zegt, hey daar, laat even een fictieve kijker van mij Jeanette. Hallo Jeanette. Jeanette is fan van de Kelvlog en dat kan natuurlijk, hallo Jeanette. Ik doe het net alsof je bestaat. Hi Jeanette, leuk dat je er bent. Leuk. En die heeft WhatsApp en die vindt het leuk wat doe. En deze man gaat haar dan dus vragen. Hey Jeanette, wat is je favoriete Kelvlog video? En dan gaat ze dat zeggen. En dan vraagt hij, heb je toevallig nog leuke quotes van dingen die Kelvin zei? En dan gaat Jeanette dus dingen zeggen wat ik zei. En dat vindt hij fantastisch. Dat vindt hij het mooiste wat er is. Ik heb alleen maar zulke gesprekken gezien tussen mijn kijkers en hem. Shit is fucked up. Ik zie net een foto van de volgende stalker. Dit is echt ongelooflijk. Deze man is een en al snaps. Deze man heeft een tatoeage van mij. En nou niet zozeer van mijn hoofd, maar van mijn logo. Hoe ga ik het uitleggen? Ik wist al dat deze man mij volgt. Dit is zo'n typisch zo'n oude man die jouw video's kijkt. En daar is in principe niks mis mee. Maar die zie je wel eens op Twitter dan voorbij komen. En denk je, oké, misschien ben jij iets te oud om zo fan te zijn van mijn filmpjes. Maar alsnog, veel kijkplezier. Maar het rare aan deze guy was, is dat hij volgt mij letterlijk al sinds 2013, oké?
2013 is hij al kijker, tot nu. En op een gegeven moment stond hij volgens mij een maand geleden of zo, stond hij voor mijn deur. En ik zei, yo, ik weet niet wat je plan is, maar what's up? En hij helemaal trip, hij was fucking zenuwachtig, hij trillen en zo. Ik zei, yo gast, er is geen reden om zo te trillen. Ik ben net wakker, dus what the fuck wil je? Hij kon gewoon geen woorden zeggen. Hij was zo nerveus, stond zo te zweten. Dit is een man waarvan je denkt dat hij een Harley Davidson rijdt. Oké, dat hij gewoon zo over de snelweg zo... En gewoon mensen popt in het geheim en zo, maar nee. Hij popt geen mensen in het geheim, maar hij doet dat publiekelijk. Politie. Ik hoor hem politiewagen. Maar deze man stond dus voor mijn deur. In één keer doet hij dit. In één keer komt hij ziek dicht bij me staan. Ik denk, dude, what the fuck? Dus ik sta al klaar om de deur dicht te doen, zet ik weer een stap terug. Ik denk, oké, gast, wat wil je? Oké? Ik ben dan ook wel weer zo dapper genoeg om dan tegen hem te zeggen, joh gast, je doet nu iets of je gaat gewoon weg. Ja, zo dapper ben ik. Introduce yourself to the dappere Kelvin Boerma. En ineens doet hij dit. En ik denk, what the fuck? Doe je nou je shirt uit? En dan doet zo. En ik zie gewoon mijn logo hier staan. Dus ik sla hem gewoon keihard op zijn bek. Ik sla hem gewoon keihard op zijn bek. Gewoon, zeg maar, elke vechtfilm ooit, dat was ik. Tot op de dag van vandaag weet ik niet waarom ik hem op zijn bek sloeg. Maar ik was gewoon zo... Ik snap het niet. I don't get it. Dus ik heb de deur dichtgeslagen. Ik ben terug in huis gerend. Ik ben in bed gaan liggen. Ik ben gaan huilen. Nou, nee, dat is niet waar. Oké, het is wel waar. Ik wil het niet toegeven, oké. Ik was gewoon helemaal klaar met die gast. En uiteindelijk vind ik deze foto op Twitter. Stuurt hij hem naar me toe. Ik denk, ja, gast, wat moet ik nou met je, man? Oké, de volgende stalker is mijn meest extreme stalker ever. In het eerste opzicht ziet er niet zo gevaarlijk uit, denk ik. Maar als je hoort wat hij heeft gedaan, is het niet normaal. Mensen, ik introduceer jullie aan mijn stalker. Hij heet Ricardo Brabantius. En Ricardo stuurt mij iets. Elke week. Elke week krijg ik een envelop met daarin een boterhamzakje. En er zit niet zomaar iets in het boterhamzakje. Er zit altijd vochtige shit in. Het is geen pis. Het is geen spuug. Het is, oké, ja, ik vind het nogal moeilijk om te zeggen. En toch ga ik het gewoon zeggen. Het is zweet van Ricardo Brabantius. Fuck. Ricardo stuurt mij elke donderdag een zakje met zweet van zichzelf. En er zit altijd een brief bij. Er zit altijd een brief bij. Ik gooi het altijd, ik herken gewoon zijn handschrift. Dus als ik weer zo'n brief krijg, gooi ik hem meteen weg. Ik hoef niks van die shit. Maar Ricardo is zo weird in zijn hoofd. Hij is zo erg. Het eerste pakketje die Ricardo ooit stuurde met daarin zijn zweet stond een brief. En die heb ik wel gelezen, want wist ik van wat de fuck het was. En in die brief stond letterlijk hoe hij dat zweet verzamelt voor mij. Dus hij gaat eerst rennen. Ricardo is nogal gezet, laat ik het daarop houden. Dus laat ik het zo zeggen. Hij aspireert nogal snel. Aspireren heeft helemaal geen toepassing. Volgens mij transpireert. Fuck. Hij transpireert nogal snel. En dan heeft hij dus een shirt aan. En dat neemt allemaal zweet op. En dan daarna gooit hij het shirt in een beetje water. En dan gaat hij dat uitwringen. En doet hij dat in het zakje. Ricardo, als je kijkt, wil je alsjeblieft ophouden? Ten tweede, waarom doe je het? Waarom doe je het? Oké? Wees eens een keer mans genoeg om gewoon eens een keer aan te bellen met dat zakje. En hem gewoon aan me te geven. En dan wil ik je aankijken. Wil ik je zeggen, why do you do this? Why the fuck do you do this? Serieus. Ik weet gewoon niet wat de fuck. In een van de enveloppen zat deze foto. En hij heeft me er mooi bij geëdit, zie ik. Met een lekkere heart eye emoji. Goed editing. Maar dit is even een bericht aan Ricardo en alle andere stalkers. Hou alsjeblieft op met wat jullie doen, oké? Je maakt mij er niet blij mee. Je maakt jezelf er niet blij mee. I don't fucking know what the fuck you guys are doing. But it's fucking shit. Ik heb serieus heel lang nagedacht om deze video te maken. Want nu dat ik deze video maak, hebben ze waarschijnlijk wat ze willen. En dat is nog weer kutter. Dan gaan ze het nog weer vaker doen. En dan ga ik ze weer... Fuck. Ik bega echt een grote fout. Oké, mijn grootste en meest irritante stalker ooit is aan de beurt. Ik ga maar gewoon zijn naam zeggen, want dan weten jullie het alvast. Ik laat de foto daarna wel zien, maar de naam herkennen jullie waarschijnlijk al lang. Ik vind het gewoon moeilijk. Het is een soort Voldemort voor mij. Van oké, als ik dit uitspreek, dan weet ik gewoon. Het voelt fucked up, maar ik ga het toch doen. Mensen. Ik vind het moeilijk. Ik vind het een moeilijke sessie. Dat zeker. Een hele oude man. Hij is nogal bekend in Nederland. En hij staat altijd bij mijn huis. Altijd gaat hij hiervoor in de gracht. Gaat hij bootjes varen. Zo gaat hij kijken. Dan ben ik hier zwaai ik. En dan vaart hij weer weg. Zijn naam is... Oh, mijn fucking neus. I fucking hate my fucking nose. Sorry dat ik weer onderbreek, maar ik ben helemaal gek van mijn neus hier. Zijn naam is, en ik ga het maar gewoon zeggen. Het begint met een H. Helemaal fucking niemand. Nobody, people. Fucking nobody. Ik heb gelukkig totaal geen enkele stalker ooit gehad. And I love it. I fooled you again. Oké. Ik had een aantal weken geleden een video gemaakt die heette Ontmoet Mijn Zussen. En daarin vertelde ik over mijn zussen. Terwijl ik geen zussen heb, laat ik het zo zeggen. En de vraag daarin was, yo, tot bij welke zus dachten jullie, dit is allemaal bullshit. En vandaag is weer zo'n dag, mensen. Ik heb weer een video gemaakt waarin ik praatte over fictieve personen. Nou, niet zozeer. Ze bestaan wel, maar ik heb nog nooit van ze gehoord. En nee, it doesn't make any fucking sense. Maar ik ben wel benieuwd. Volgens mij was dit best wel overtuigend. Jullie weten dat ik geen zussen heb, maar misschien heb ik wel stalkers. Dus ik wil graag van jou weten, bij welke stalker jij dacht van, oké, dit
is echt de grootste bullshit ooit. Laat het weten in de reactie, ik ben gewoon benieuwd. En als jullie allemaal niet, als jullie het allemaal vanaf het begin al wisten, dan weet ik dat ik de volgende keer harder mijn best moet doen. Want ik ga gewoon een keer zo'n video maken en dat het dan gewoon allemaal klopt. En dan gaan jullie waarschijnlijk zeggen, ik wist het vanaf het begin al, maar dan klopt het gewoon. Dus, ja. Dus laat in de comments alsjeblieft weten bij welke stalker jij dacht, oké, dit is allemaal bullshit, want ze bestaan gewoon niet. Het spijt me, ik heb jullie voor de gek gehouden. Zo ben ik, het is 1 april, nog lang niet, maar volgend jaar weer. Dus alvast gefeliciteerd. Verder wil ik je vragen om te abonneren op mijn kanaal, want ik maak allerlei soorten filmpjes. Niet alleen dit, maar ook allerlei andere leuke dingen. Dus abonneer op mijn kanaal en geef natuurlijk een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En geef een duimpje omhoog voor jezelf als je al lang wist dat dit allemaal nep was. Dus dan weet ik dat jullie het allemaal wisten. Fucking hell. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie. Ik ben de volgende keer weer. Ik heb zin in paprika. Deze pet doet me daaraan denken. Maar toch, ik ben er gewoon weer straks. Da. Paprika is aan de macht, mensen. Een haatcomment is voor DutchTuber. Laten we met z'n allen gaan kijken. Eenhoorn Joost. Oh, fuck. Kijk, ten eerste, ik vind het prettig dat je haat op Eenhoorn Joost. Ik haat Eenhoorn Joost namelijk ook heel erg. Dus vandaar, wat dat betreft, bedankt voor je haatcomment. Dat waardeer ik enorm. Maar ik had het wel gewoon snoeihard fout. We gaan gewoon door. Ik ga gewoon door. Ik denk bijna klaar ook trouwens. Dus dit gaat alweer helemaal de mist in. Fucking shit. Dit zou dan de eerste keer...